Yo mensen, ik geloof van DPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik mijn headset op. Ja. Vind jij dit nou een lekkere smikkel headset? Ja, het is geen sponsor, dus ik ga helemaal niet zeggen wat het is. Oh! In ieder geval, ik zag wat leuks op het kanaal van Don. Hij had namelijk geüpload dezelfde Q&A 7 jaar later. En dan ging hij reageren op de vragen van een Q&A die hij dus 7 jaar geleden had gedaan. Fantastisch idee. Dus toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus ik stuurde een bericht naar hem. Oh, wat een fantastisch bericht. En toen zei hij, ja, is goed. Je mag het overnemen volledig van mijn nak. Dikke shout-out naar Don. Dankjewel, jongen. Ik heb 5 jaar geleden een Q&A gedaan toen ik 30.000 abonnees had behaald. En ik ben benieuwd hoe ik op de vragen heb beantwoord. Ik heb wel meer Q&A's gedaan, ook bijvoorbeeld met Rob. Lijkt het je leuk als ik daarop ook ga reageren op dezelfde vragen? En dan met Rob er ook bij. Laat eens zeker een like achter bij 15.000 likes. Ga ik het ook doen met die vragen. Maar laten we maar gaan zien wat voor rare vragen ik kreeg en wat voor antwoorden ik daarop gaf toen ik nog 5 jaar geleden, toen was ik 16. Heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Ik heb vandaag de Q&A... Lekker nummertje op de achtergrond. ...wacht hebben. De reden dat ik hem nu al upload, want ik wil hem eigenlijk pas later uploaden, de reden dat ik het nu doe, is omdat, ja, het PlayStation Network, ja... Hey mensen, dit is de reden... Enge knip! ...om weer aan te melden op PlayStation, blijft je... Maar dit is helemaal niet de Q&A zelf. Ik heb echt de skeerste setup ooit. Ik neem het op met mijn iPhone 6. Ja mensen, dit was mijn setup. Ja, had ik zeg maar hier zo, iPhone staan. Hoppa, echt heel mooi. What the fuck. Als we dus op deze video 1500 likes gaan halen. 1500 likes? Oh, 2.9k, let's go. Ga ik er misschien over nadenken om ooit een camera te kopen. Want ik... Als we de 1500 likes halen, ga ik er misschien ooit over nadenken om een goede camera te kopen. Dit is echt, dit is quality. De eerste vraag komt van de Kwantiele. En die vraagt hoe ik daar het woord ping ben gekomen. Want hij weet dat ik als ik op de lat en paal zit altijd zeg. Ping was zeg maar vroeger het woordje wat we nu hadden met dikke rits en herres. En met de, duimpje was alweer eerder. En daarvoor was ping. Dat zei ik altijd als ik op de paal of last ging. Ik had zo'n shirt van ping. Echt leuk. Maar hij vraagt zich ook af, ja, hoe ik er zeg maar opgekomen ben. Nou is eigenlijk heel... Oh, iemand heeft een antwoord voor me. Nou, Jens Witte. Leuk. En daar ben ik heel boos om, zoals je kunt zien. Ik heb de vraag al beantwoord. Dankjewel Jens, in mijn Q&A. Echt heel fijn. De volgende vraag... Ultieme Fantasie was een serie die ik met een paar andere YouTubers deed. Geen idee dat ik het daar via had. Echt geen flauw idee. Dat was ook helemaal geen bijzondere serie. Echt een vraag. Ate Hamstra en die vraag wat ik liever heb. Een Xbox of een PlayStation. Nou, dat kan ik ook eigenlijk redelijk... Jens, jongen. Ik kan maar echt Q&A niet houden door jou. Wat een fantastisch acteerwerk. Goed gedaan, Koen. Trots op jou. Ik bedoel het natuurlijk goed. Jens, hartstikke bedankt. Maar de volgende keer wil ik ze liefst zelf antwoorden, oké? Thanks, schat. Oké, mensen. Op naar de leuk, volgende vraag. Leuk. Thijs Schort. En hij vraagt friet of groente. En... Oké, dan komt hier de eerste serieuze... Friet is groente. Van wat? Die komt van Lennart en hij vraagt wat ik wil bereiken met YouTube. Oh, hier ben ik echt benieuwd naar. Ik heb niet een doel met YouTube. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om video's te maken voor jullie. Het is niet echt dat ik heb... Ik had hier dus 30.000 abonnees. Ik ben echt benieuwd wat ik ga zeggen. Van, ja, als ik zoveel abonnees heb, dan ben ik echt gewoon de gelukkigste man op aarde. Want dat dacht ik eerst bij de 1000 abonnees en toen bij de 10.000, 20.000, weet je. Ja, dat steeds denk je van, ja, oké. Okay, is dit het dan, weet je. Je wil alleen maar groter worden. Alleen maar meer video's maken. En dat is wat ik ook wil. Dus echt een doel heb ik niet, maar mijn doel is eigenlijk gewoon om jullie te blijven entertainen. Jullie oh, wat blijven naar. Kijken, blijven liken. En... Gadverdamme, ik moet kotsen van mezelf. Je had gewoon moeten zeggen, Koen, dat je koude van Saaf wilde maken met goede sponsors. Ja, daar gaat het eigenlijk allemaal om. Oké, okay, nee, daar gaat het niet om. Het gaat om die centen. Hierom, jongens. Een halve 5 euro, daar gaat het om. Van DJ Daniel en hij vraagt of ik liever op een cactus en een... G. Alten. G. Ik gooi je Geert heet. Vraagt waarom benadruk je dat ik zo lekker ben. En daar heeft Sam het geweldige antwoord op gegeven. Sam, ik mag jou nu... Iemand vroeg je dus van, waarom benadruk je dat ik zo lekker ben? Dat deed ik vroeger heel vaak. Nu niet meer, nu hoef ik het niet meer te benadrukken, want iedereen weet het. Omdat hij de lekkerste is van NL. Beetje rekening mee houden. Mag je wel goed zeggen hoor. Hashtag no homo. Kijk, dan mag je het zeggen als hij zegt no homo. Ik toch wel iets meer dan Jens. Mahat Amin vraagt wanneer ik begonnen ben met FIFA. Met oh. FIFA spelen. Mijn allereerste FIFA was FIFA 2005 op de PC. Heb ik eigenlijk allemaal gespeeld dan het werkt op de PC. Ik ben begonnen met FIFA video's maken. Ik had af en toe wel een FIFA video al gemaakt. Maar vorig jaar maart, dus maart 2014. Of ja, eind maart 2014. Ben ik echt begonnen met FIFA. Eind maart 2014. Dat is fucking hell 6 jaar geleden, mensen. Ik maak al 6 jaar FIFA-video's. Hoe zijn jullie mij nog niet zat? Het is echt ongelofelijk. Vind je trouwens ook nog lijken op deze gast? Of denk je nu wel van, nou, hij is wel veranderd? Zeg maar, mijn hoofd lijkt er in basis nog wel op. Alleen is het wel... Ja, ik heb natuurlijk een goede baard en snor gekregen. Ik heb ook wel wat Call of Duty-video's gemaakt. Maar dat is echt al een hele lange tijd geleden. En sinds ik FIFA-video's ben gaan maken, is het echt... super goed omhoog gegaan, mijn kanaal. En dat is dus wel echt leuk om te zien. Goed. Niet alleen mijn kanaal. Ik zou je het graag, schrap, echt waar. Volgende vraag. Bart van der Straat. Hij stelt gewoon een normale vraag. Wat hij graag zegt. Graag, dat van liefst of zo. Ik heb gewoon een vraag, what the fuck. Robin Niering vraagt hoe oud ik ben. Ik ben 17 jaar oud. Ik ben 17? Ja, in juni word ik 18. Maar dat duurt nog wel even. Want... Wanneer is dit gemaakt? 1 augustus 2015.
Oh, het is 5 jaar geleden. Ik was hier bijna 18. Besef hoe koulo jong ik lijk. Ik was bijna 18. Ik dacht dat ik 15 was of zo. Misschien augustus. Nee, waarschijnlijk augustus als jullie dit zien. Maar ik neem het op in juli. Bijna 18? Huh? Ik was helemaal niet bijna 18. Maar dat duurt nog wel even, want het is nu juli. Misschien augustus. Nee, waarschijnlijk augustus. Oh, ik zeg bijna 18, maar het duurt nog even. Ik ben in juni jarig en ik neem het op in juli. Ik was dus een maand 17. Kijk, dan verandert de zaak al. Leo vraagt hoeveel subs ik wil behalen. Oh. Of ga behalen of denk te behalen in mijn YouTube carrière. Nou ja, ik heb natuurlijk nog geen idee hoe lang ik doorga. Maar ik hoop in ieder geval wel de 100.000 te halen. Hey. Dat zou ook echt wel super gelukt zijn. Om zo'n button te hebben, dat lijkt me echt awesome. Glenman stelt een vraag die best wel. Ja. Waar ligt dat pauperding? Waar is dat ding? Huh? Ik snap er geen tiefjes van. Ah, kijk. Ja. Yes, daar is hij zeg. Fantastisch. Niet zo stoffig gelukkig. Ja, wat mooi. Aniek Bosch. Leuk. Bosch, waarschijnlijk gewoon. Wie mijn favoriete FIFA speler is. En dat is sowieso... Wat is dit nou? Kiri. Hij is echt goed. Hij staat echt helemaal nergens op. Robbie is zo goed in FIFA. Het is echt ongelooflijk. Shaqiri, longshot. Shaqiri. Zo. Doelpunt. Oh, goal. Shaqiri, ik hou zoveel van jou. Robbie, ik hou zoveel van jou. Shaqiri, kom. Strength. Shaqiri. Ja. Hij is echt goed. Het is echt hek om hem te spelen. Oh, hij is zo goed. Ik Hoegaard vraagt, als ik geen YouTuber zou zijn, wat ik in mijn jongens, Shaqiri was mijn favoriete speler in FIFA 16. 15. FIFA 15. Besef ook hoe die longshot erin vloog. Dat kan gewoon niet meer deze FIFA. Nu is mijn favoriete FIFA speler. Nadenken. Sissoko. Ook waren heel veel vragen. Leuk. Waarom ik... Was ik hier nog maag? Ik weet niet. Hij zei het hoofd, kijk, zal het wel moeten. Het zal niet veel schelen. Doe een personeel als naam heb. Nou, ik ga het eindelijk vertellen. Ik krijg het zo vaak als vraag. En nu eindelijk ga ik zeggen, ja, hoe kan ik om? Het snoer eigenlijk helemaal nergens. Jongens, hoe heb ik DPNL als naam? Je gaat het nu horen. Biologie lokaal of scheikunde lokaal, wat de fuck het ook is. En er is zo'n rode knop, weet je wel, voor zo'n douche waar je in de fik komt te staan. En dacht ik, oh, een rode knop. Do not press, weet je. Dacht ik, hé, leuk, hé, hoe oud was ik? 10 of zo. En ik dus snel mijn YouTube kanaal aanmaken, do not press. Bestond al. Hoppakee, NL erachter en mijn kanaal was geboren. Leuk. Echt wel lekker smerig. Ik had dus als eerste de naam DoenOnPressNL als YouTube naam. Toen heb ik de naam veranderd naar DNPNL. En binnenkort jongens gaat DNPNL eraan. Het gaat veranderd worden naar Koen. Want ik heet gewoon Koen jongens. Come on. Tegen zij. Ik weet dat dit voor sommige mensen een zware keuze zal zijn. Dus ik bereid jullie alvast mentaal voor. Maar het gaat gebeuren. Nog een Telegram vraag. Wat mijn beste pack ooit is in alle FIFA's. Oh. Ja, dat moet toch wel deze zijn? Holy shit, ik pak Ibra in een free pack! Hoe is mogelijk? Ibra had je in een free pack. Nee joh! 36 Ibra in een free pack. Op het moment dat jij me belt. Holy shit. Hij is extinct, 4,5 miljoen! Ja! Wat goud! Holy fucking shit, pack! Dit is wel een bizarre pack. Het is een 5k pack. En dan pak je dan Team of the Season Ibra. Bizar. Ik had hier met Messi natuurlijk nog niet gepakt, dus dat is ja, jammer. Die packte ik in 2016 volgens mij. Wat? Nee, 2017. Tussen fuck! Of misschien tussen 16, deze. Maar die heb ik wel al 2 keer gepakt. Dus dan doe je het in een breakers. Ik commercial, ja. Jij nou, ik ga ook live. Naar Ameland. Ik ga, heb ik ga over een paar seconden live, Koen. Echt? Oh, pack Ronald! Nee, joh. Holy shit! Ik zag hem helemaal niet! Ah, ik had Messi gepakt. Holy shit, 2 keer dit jaar! Oh, je ziet het ook echt niet! Ik zie je echt niet zo'n kind! Oh. Kom op, laat! Ah, ik had hem weggeklikt. Oh. Lol, Koen, for fuck's sake. Mark. Ik dacht legit, omdat jij hem zelf ook mist, ik dacht ik ga er ook wel langs, dat je gewoon Koen trouwen had ofzo. Hé, hey, Milo. Nee, Milo, weet je wat er gebeurt? Nou? Koen heeft iemand gepakt op zijn stream. Niet zeggen wie, moet je even gaan kijken op de stream. Fuck off! In ieder geval waren het allebei biesten. Kevin vraagt op... Fucking boy. Ik voel heel veel mensen of ik een vriendin heb. Nee, dat is niet het geval. Oh, sad! Jongens, 5 jaar verder, nog steeds geen vriendin. Het leven is triest, hè. Het leven is triest. Guus vraagt ook... Lekker aan het huilen ondertussen. Yusuf vraagt dan nog hoe ik mezelf zie over 1 jaar met YouTube. Hoe zie ik mezelf over 1 jaar? In ieder geval verwacht ik echt veel meer abonnees te hebben dan nu. Okay. Ik weet echt niet op hoeveel ik dan zit. Ik denk nog niet op de 100.000, al zal het wel echt super nice zijn, maar ik denk dat dat nog niet gaat lukken, aangezien ik nu dus 32.000 heb. Afgelopen maand heb ik 10.000 abonnees gekregen, dus als dat gewoon... Als ik dat is bizar, hè? Ik had dus hier 30.000 abonnees, 32.000, en ik had in 1 maand dat ik er 10.000 bij. Dus ik had gewoon 1/3 van mijn abonnees in 1 maand. Dat is echt niet normaal. Dat haal ik nu ook nooit meer 10.000 abonnees in de maand erbij. Echt ongelooflijk, jongen. Dan haal ik het wel, maar ja, moet ik het wel volhouden. Bielars HD vraagt, wat vind je het leuk om te zien? Subs, likes, comments of subs, views? Likes, views of comments. Eigenlijk is het wel een goeie. Ze hebben allemaal wel zo hun voordelen. En ik kan er eigenlijk niet aan gaan kiezen. Het is natuurlijk leuk om enorm hard te groeien.
Het is erg chill als je veel views haalt. Het zijn natuurlijk voor de YouTube money. Hey! Leuke video's maken en comments zijn gewoon leuk om te lezen. Gewoon zeg maar een beetje feedback en zo. Ja, of gewoon ja, ja, te horen van, yo, leuke video, weet je. Het is allemaal leuk. Ja, als ik nu door mijn comments kijk. Ik zeg, je comments zijn leuk voor feedback en zo. Als je nu door mijn comments kijkt, het enige wat er staat is, hey Koen, Huts, Heres, OC de Toe. Mijn comments, ja, mijn comments het deze random zijn van elke YouTuber in Nederland gewoon. Het staat er helemaal nergens op. Je kan echt geen touw eraan vastknopen. Maar dat vind ik wel gaaf. Ik vind het mooi. Ga zo door, mensen. Tenzij het allemaal slecht gaat. Dat is allemaal niet leuk. Dan krijg je subs die naar beneden gaan. Oh. Views die dalen. Alleen maar dislike. Oh. En alleen maar haatcomments. Oh, jee. Lieve mensen, dit was de video. Ik hoop jullie het leuk hebben gevonden. Als je het leuk hebt gevonden, vergeet de video niet te liken. Dit was... Waarom praat ik de hele tijd zo? En dan knip ik van het ene stukje van de video naar het andere stukje van de video. Waarom praat ik niet gewoon alsof het één volledige zin is? Ik snap er echt helemaal niks van. Waarom eindig ik elke zin met een toon die naar beneden gaat? Ik word helemaal gek van mezelf. Holy shit. Ik hoop jullie dat ook leuk vonden. Ik vond het fantastisch. Ben je al niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren. Yes, boys! En Mark! Marky! Yes! Ik heb hier dus nog 2 Q&A's met Rob en eentje met Milo. Wil je nou dat ik die ook ga doen en er overheen ga over alle vragen? Laat het zeker achter. 15.000 likes en dan vraag ik Rob erbij en dan gaan we deze 2 gaan we volledig ontleden. Mensen, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. We gaan lekker, we gaan huts, we gaan goed. Volg me op Instagram. Mijn Instagram heet Koen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Adios! Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de... De moppunt? De mop van vandaag, wat is de toppunt van zieligheid? Een cadeautje geven aan de zwerver en zeg dat hij het thuis open mag maken. Doei.